De vele problemen waarmee de zorgsector kampt zijn niet terug te leiden na 1 jaar regering Santokki Brunswijk. Minister Amaramadine van Volksgezondheid zegt dat de huidige regering juist binnen dit jaar geprobeerd heeft alles dat kapot gemaakt is in de zorgsector in te lopen. Hij geeft aan dat het gewenste resultaat nog niet is bereikt. De bewindsman zegt dat de vele zaken die mislopen binnen deze sector teruggeleid moet worden naar de oorsprong van de problemen. En niet alleen kijken naar wat er de afgelopen jaar gebeurd is en gedaan is, maar ook concreet komen met voorstellen die gedaan moeten worden aan de regering. Hoe we uit dit probleem moeten geraken. Uiteindelijk maakt het de man van de straat niet uit hoe het is ontstaan, wat het probleem is. Feit is als iemand een dotterbehandeling moet ondergaan. Of een afgesloten bloedvat heeft en geopereerd moet worden. Op die operatietafel moet zijn. Er moeten middelen zijn. Een lab moet kunnen functioneren. Een röntgen moet kunnen functioneren. Er moet gekwalificeerd operatiepersoneel zijn. Er moeten cardioassistenten zijn. Er moet een goed werkende IC zijn. Er moet plek zijn. Die randvoorwaarden, aan elke component van deze randvoorwaarden, is er in de afgelopen 10 jaren structureel niets en letterlijk niets gedaan. En dat kan ik goed onderbouwen. En dat weten de mensen ook die in de zorg zijn. Ramadine geeft aan dat toen zaken zich aan het ophopen waren, een deel van de zorgsector in 2017 en 2018 wilde staken. Maar omwille van de gezondheid van de burger daarvan heeft afgezien. Hij zegt dat strategische groepen in de zorgsector zich toen ook hebben onthouden van acties. Geen namen noemen. Maar ik was er dichtbij. Nee, we gaan geen namen noemen, omdat ik geen oorlog voer. Ik werk naar een oplossing als minister. Maar ik moet het wel antameren, dat wanneer er vandaag de dag steen en been geklaagd wordt elke dag over de zorg, dat we met ons allen in Suriname wonen. En ik weet niet, als u zich nog kan herinneren, dat er een punt was in 2018 dat we in onze witte jassen zouden gaan staan voor het SZF-hoofdkantoor om het vertrouwen in die directie op te zeggen. Maar dat strategische groepen niet wilden protesteren. Strategische actoren in de zorg niet wilden protesteren. Waarom? Dat is niet mijn issue. Ik geef alleen aan dat ik erken als regering, als vertegenwoordiger van de regering, verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid, dat er structurele problemen zijn ontstaan. 1. Financierings en budgetten. Die zijn nooit en ten nimmer aangepast. Wanneer we nu praten over een lichtdagtarief welke niet aangepast kan worden, hebt u zich de vraag gesteld waarom het vanaf 2014 niet is aangepast? Die regering had 7 jaar de kans, 6 jaar de kans om een oplossing te brengen. Maar er is voor gekozen om met ad hoc financiële injecties het systeem in stand te houden. Ad hoc financiële injecties waar bepaalde sleutelfiguren in die zorg niet eens door hadden dat er geïnjecteerd werd. Nu zijn we dat in kaart aan het brengen. Het SZF is nu pas in staat geweest in 2 jaar verslagen die achterliepen van 2015 en 2016. Schrik niet. Nu pas in die jaarverslagen op het bureau van de minister. Wat is er in al die jaren gebeurd? Wat heeft men gedaan met de gelden die het SZF tegemoet zijn gekomen om in die zorg te investeren? Minister Amaramadine van Volksgezondheid. Hij zegt dat er een politiek spelletje met de zorgsector gespeeld wordt. Deze zal voornamelijk komen vanuit de kant van de NDP.